Minister Bronte Somohardjo van Binnenlandse Zaken heeft vanmorgen de beleidscommissie verkiezingen 2025 geïnstalleerd. Hierin hebben zitting verschillende directeuren en onderdirecteuren van ministeries die betrekking hebben bij te houden verkiezingen. De commissie bestaat dit keer ook uit administratieve ondersteuners en deskundigen. Volgens Somohardjo zal met al deze mensen de komende verkiezingen een van de beste worden. Voor het houden van goede en ordelijke verkiezingen is een strakke tijdlijn nodig en dat is de enige reden waarom er nu al een voorbereiding is gemaakt. Het is zo dat bij de voorgaande verkiezingen de installatie van werkstructuren een jaar voor de verkiezing plaatsvond. Voor de komende verkiezingen pakken we zaken anders en vroegtijdig aan. We hebben hierbij de verschillende aanbevelingen van verschillende stakeholders ter harte genomen. Dus er is geen andere reden dat het ministerie vroeg is begonnen met de voorbereidingen. We hebben geluisterd naar de stakeholders. Een andere factor is de coronapandemie, waarbij we de verkiezing in 2020 werden verrast. De voorbereidingen liepen toen bijna spaak en met heel veel kunst en vliegwerk heeft het ministerie toch de verkiezingen kunnen houden. De situatie heeft ons geleerd om aan riskmanagement te doen, voorbereidingen, rekening houdende met het feit dat een aantal verkiezingsactiviteiten worden voorbereid met grote groepen mensen die met elkaar in contact komen en waar er mogelijk sprake kan zijn van superspreaders. Suriname staat bekend voor het organiseren van goede en eerlijke verkiezingen. Somohardjo gaf nog aan dat wij als land onze goede reputatie voor het houden van eerlijke verkiezingen moeten behouden. Volgens Rakesh Gayadar Sukul, directeur van Volksgezondheid, is het niet ondenkbaar dat het ministerie zitting heeft in zo'n commissie. Maar gezien het feit dat COVID-19 al 2 jaar eigenlijk een deel van ons leven is en dat onze laatste verkiezingen ook tijdens een COVID-19-pandemie gehouden is. Wij waren volgens mij een van de eerste landen die een verkiezing gehouden hadden tijdens de COVID-19-pandemie. En dat het eigenlijk niet ondenkbaar is. Je weet, COVID-19 die gaat niet weg vanuit onze samenleving. Wij gaan er steeds moeten aanpassen aan verdere zaken die zich nog voordoen. En in principe gaat het meer om de gezondheidsaspecten die waarmee rekening gehouden moeten worden tijdens het organiseren van de verkiezingen. Door de voorbereidingen van de verkiezingen ruim van tevoren te starten, kan elke onderdeel van een verkiezing nauwkeurig worden afgewerkt, besloot minister Somohardjo na de installatie.